De overheid komt in verband met de COVID-19-pandemie met gebalanceerde maatregelen voor de samenleving. Berichten over een totale lockdown voor het komend weekend zijn ongeldig. Minister Amaramadin van Volksgezondheid zegt dat een gisteren gelanceerd bericht te vroeg de deur is uitgegaan. Laat me even aangeven dat wij als regering morgen op donderdag 13 mei met de officiële statement komen. Vanavond hebben wij een overleg met het outbreak management team. Morgenochtend hebben wij een overleg, dus op donderdag 13 mei hebben wij een overleg met de COVID-commissie DNA. En wij zijn van mening dat, en dat doen we steeds weer, door goed overleg, wij komen tot gebalanceerde maatregelen voor de samenleving. Dus bij deze wil ik als minister van Volksgezondheid aangeven dat de maatregelen zoals die nu rondgaan viraal over een totale lockdown van het weekend van 15 en 16 mei, dat die berichtgeving op dit moment niet van kracht is en dus niet geldt. De gezondheidsminister bood namens de autoriteiten zijn verontschuldigingen aan de totale gemeenschap en riep op te wachten op de officiële berichten vanuit de regering. Het lag in de bedoeling vanmiddag te komen met de nieuwe maatregelen.